Hallo, fijn dat je er bent. Ik ben juf Johanna en ik bied ondersteuning aan voor Engels voor het voortgezet onderwijs. Welkom bij deze uitleg over de present simple. The present simple. Bril op en dan gaan we beginnen. Voor deze uitleg maak ik gebruik van een PDF-document. Ik raad je aan dat document even te downloaden, zodat je mee kunt lezen. Aantekeningen kunt maken en de oefeningen kunt doen. Je vindt een link naar het PDF-document in de omschrijving van dit filmpje. Pauzeer het filmpje nu even om het document te downloaden en het af te drukken. Als je het dan naast je hebt liggen, met je pen in de aanslag, klik je weer op play. Oké, pauzeer nu even. Klaar? Oké, dan gaan we beginnen. Het eerste blad van het PDF-document. Die zal ik ook op het scherm oproepen. Daar gaat hij. En lees nu met mij mee. De onvoltooid tegenwoordige tijd. OTT in het Nederlands heet in het Engels de present tense. Vandaag hebben we het over de present simple. In het Engels kun je kiezen uit twee vormen van tegenwoordige tijd. OTT. Als je bijvoorbeeld in het Engels ik loop wilt zeggen, dan moet je kiezen. I am walking of I walk. Wat is het verschil? I am walking gaat over nu, over wat er nu bezig is. I walk gaat over lopen in het algemeen. We kijken vandaag naar I walk. Dat is de present simple, of de gewone, onvoltooid tegenwoordige tijd. I am walking is the present continuous. De tegenwoordige tijd die aangeeft dat iets gaande is. Uitleg daarover vind je in een ander filmpje. Scroll ik even omhoog. Daar komt nog meer tekst aan. De present simple. Wat is de vorm van de present simple? Het hele werkwoord. En voorbeelden zijn walk, sleep, have, watch. Let op, bij he, she en it, dan komt er een S achter. Voorbeelden, walks, sleeps, keeps. En de spellingvariaties, werkwoorden die eindigen op een S-klank, die krijgen ES. Bijvoorbeeld, he misses, she watches, it mixes. Dus niet alleen maar een S, maar een E'tje nog ertussen. En werkwoorden die eindigen op een Y, die krijgen IES. De Y valt weg en daarvoor in de plaats komt IES. He buries, she carries, it copies, he spies. En dan de laatste uitzondering of spellingvariatie. Have wordt bij he, she and it has. Wanneer gebruik je de present simple? Er zijn twee dingen die je daarbij moet onthouden. Wanneer je die gebruikt, als iets altijd, vaak, regelmatig of juist bijna nooit gebeurt, dan gebruik je de present simple, de algemene tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld, ik sta altijd om 6 uur op. I always get up at 6. Pete en Jim doen regelmatig de afwas. Pete and Jim regularly do the dishes. Wij gaan nooit naar de kerk. We never go to church. Jenny gaat vaak in het weekend uit. Jenny often goes out at the weekend. Hier zie je dat het werkwoord go een ES krijgt. Want dat gaat over Jenny en Jenny is een she. Jenny often goes out at the weekend. Dan het tweede geval waar je het nodig hebt. Als iets een feit, een regel of een wet is. Voorbeelden. Water kookt bij 100 graden Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. De zon komt op in het oosten. The sun rises in the east. We rijden rechts op de weg. We drive on the right hand side. Verpleegsters zorgen voor patiënten. Nurses take care of patients.
Het café opent om 7:30. The café opens at 7:30 a.m. De trein vertrekt om 9:05. The train leaves at 9:05 a.m. En van deze voorbeelden kun je zien dat het allemaal regels zijn, of een feit, of een wet, of een gewoonte zelfs. Nou, als het goed is, weet je nu hoe je de present simple gebruikt, namelijk het hele werkwoord en soms een s erachter. En je weet ook wanneer je het gebruikt. In het algemeen, wanneer het feit of een regel is, of een gewoonte. Dan ga ik nu 5 vragen stellen en kijken of je het goed kan gebruiken. Om te zien of je dat begrepen hebt. Na elke vraag pauzeer ik even om jou de gelegenheid te geven het antwoord te geven op die vraag, door het hardop te zeggen. Dan luister je naar het juiste antwoord, wat ik dan geef, en dan zeg je het daarna nog een keer na. Dus ik stel de vraag, dan is het even stil. In die stilte geef jij je antwoord. Dan luister je naar het voorbeeldantwoord wat ik geef. En dan is het weer even stil en dan kun je het nazeggen. En dan komt de volgende vraag. Daar gaat hij. Een vriend vraagt waar jij in jouw huis slaapt. En jij antwoordt, ik slaap op zolder. En op zolder is in the attic. I sleep in the attic. Vraag 2. Iemand vraagt hoeveel honden jullie hebben. Je antwoordt, we hebben 3 honden. We have 3 dogs. Vraag 3. Je docent vraagt naast wie je in de klas zit. Jij antwoordt, ik zit naast Peter. I sit next to Peter. Vraag 4. Hoe zeg je in het Engels dat je broer Luke veel spelletjes speelt? Luke plays games a lot. En de laatste vraag. Zeg dat je op zaterdagen voetbalt. En in het Engels is voetballen play football. Op zaterdagen speel je voetbal. On Saturdays I play football. Oké, en als dat dan gelukt is, dan gaan we nu naar de oefeningen kijken op het tweede blad. Ik scroll even verder, daar komen ze al. Onvoltooid tegenwoordige tijd, de present tense, en in dit geval de present simple. 2.1, present simple. Kies het juiste werkwoord en zet het in de juiste vorm. Ga ik eerst de werkwoorden even voorlezen. En die S tussen haakjes, die geeft al aan dat in sommige gevallen er een S achter moet komen. En in welke gevallen was dat ook weer? Als het onderwerp he, she or it is. Sommige mensen noemen dat de shitregel. Niet zo'n mooi woord, maar wel makkelijk om het op die manier te onderhouden. Nou, daar gaat hij. Connect, dat betekent verbinden. Drink, rain, speak, live, cause, like, take, tell, open. Nou, pauzeer het filmpje even om oefeningen 1 tot en met 10, of regels 1 tot en met 10 te kunnen maken. En als je klaar bent, druk je weer op play en dan kijken we daar. Doe maar. Oké, klaar? Dan gaan we nakijken. Nummer 1. Tanja. Tanja, German and French quite well. Dat zijn talen, dus die zal ze dan wel goed spreken. Dus dan kiezen we het werkwoord speak. Maar Tanja is een she.
Dus dan komt er een S achter. Tanya speaks German and French quite well. De volgende. My parents. Coffee in the morning. Nou, wat doe je met koffie? Dat drink je. Dus dan kiezen we het werkwoord drink. My parents is meervoud, dus het is gewoon drink. Coffee in the morning. The swimming pool, at 7 each morning. Nou, wat doen ze bij het zwembad om 7 uur 's morgens? Dan maken ze het open. Dus dan kiezen we, the swimming pool opens. Doen we een S achter, want the swimming pool is it. Drunk driving, many accidents. Als er dronken, als er gereden wordt terwijl mensen drank op hebben, drunk driving, is een uitdrukking. Many accidents, veroorzaken. Dan kiezen we het woord cause, maar drunk driving is it. Dus er komt een S achter. Causes. Drunk driving causes many accidents. Vraag 5. My grandparents, in a small flat in Den Bosch. Nou, wat doen ze daar? Daar wonen ze. Dus dan kiezen we live. Moet er een S achter? My grandparents? Meervoud, dus dat hoeft niet. My grandparents live. The Olympic Games, nummer 6. Place every 4 years. Take place, moet het zijn. Take place is vinden plaats. Take place. Moet er een S achter? Nee, want Olympic Games is gewoon meervoud. The Panama Canal. Atlantic and Pacific Oceans. Verbindt die twee oceanen. Dus dan kiezen we het woord connect. En de Panama Canal is het onderwerp. Is dat he, she en it of niet? Ja, hè? It. Dus connects the Atlantic and Pacific Oceans. Number 8. Liars are people who lies. Wat doen ze met leugens? Die vertellen ze. Who tell lies. And liars is meervoud. Dus er hoeft geen S achter. Most people to go swimming when they're young. Als ze jong zijn, vinden de mensen zwemmen meestal best leuk. Leuk vinden, like. Most people, meervoud, like. Most people like to go swimming. It often, in Great Britain. Nou, er blijft nog maar één werkwoord over. En we zien aan het onderwerp dat het it is. Dus het werkwoord wat er nog overblijft, krijgt een S. It often rains in Great Britain. There you go. Dan gaan we naar 2-2. Scroll even omhoog. Present simple. Kies het juiste werkwoord en zet het in de juiste vorm. Let op, als het onderwerp he, she of it is, komt er een S achter. Close, sluiten. Use, gebruiken. Love, have, flow. Vloeien betekent dat, flow. Work, come, consume. Consume betekent consumeren, eten. Mean, take. Pauzeer het filmpje even om regels 1 tot en met 10 te maken. Als je klaar bent, dan druk je weer op play. En dan gaan we nakijken. Doe maar. Klaar? Dan gaan we nakijken. Julie, often. Wat doet ze met bacon and eggs for breakfast? Nou, dat eet ze op, mag ik hopen. Of die kiest ze, die heeft ze voor breakfast. Het is een beetje een gemene, want je zou ze often eat bacon and eggs for breakfast, zou je willen zeggen. Maar iets staat er niet bij. En dat komt omdat in het Engels is het een uitdrukking. Als je iets voor je ontbijt hebt, dan zeg je, ik heb het voor ontbijt. I have it for breakfast. So Julie, often, dus kies het werkwoord have. Maar wat hebben we gezien? Have is een uitzondering. En bij he, she en it, is het niet have, maar dan wordt het has. Julie often has bacon and eggs for breakfast. En het woord often mag je uitspreken als often of als often. Dat is allebei goed. The bank. At 4 p.m. on weekdays. Nou, wat doet de bank 's middags om 4 uur? Dan sluit die. Dus dan kiezen we close. Krijgt het een S? The bank is it. Ja, closes. The bank closes at 4 p.m. on weekdays.
My brother, his new computer all the time. Nou, hij zit op zijn computer, hij speelt op zijn computer, hij gebruikt zijn computer. Ah, gebruikt, daar, dat vinden we in het rijtje. Use. And my brother is he. Dus uses. My brother uses his new computer all the time. Number four. I believe Ricardo and Amanda, from Cuba. Je ziet dan die namen al, Spaanstalige namen, Cuba. Daar spreken ze Spaans. Dus die komen uit Cuba. Dus dan kijken we of daar een werkwoord. Ja, come. Ricardo and Amanda come from Cuba. Cuba, zeggen ze in het Engels. Wij zeggen Cuba, ze zeggen Cuba. It me about 40 minutes to get to school each morning. Het duurt 40 minuten. Welk werkwoord past daarbij? It takes. En zachter, want het onderwerp is it takes me. It takes me about 40 minutes. Is een uitdrukking in het Engels. Het neemt 40 minuten. We zeggen dat niet zo gauw in het Nederlands. Het neemt 40 minuten. In het Engels zeg je het wel. It takes me about 40 minutes. Serendipity, I have no idea what that word betekent. Means, en dan komt een S achter, want word is it. En dat betekent zoiets als geluk. Iets als een gelukkig treffen. Iets wat op een gelukkige manier plaatsvindt. The river Amazon into the Atlantic Ocean. Ah, die stroomt in de Atlantische Oceaan. Daar zien we het werkwoord. Flow. And the river Amazon is it. Dus er komt een S achter. Flows into the Atlantic Ocean. Vegetarians, mostly fruit and vegetables and some dairy. Ah, dus die eten ze. Welk woord hadden we hier ook weer voor eten gezien? Consume. Vegetarians is meervoud, dus er komt gewoon consume zonder iets erachter. Vegetarians, consume. In Groot-Brittannië zeggen ze netjes consume. En in Amerika zeggen ze consume. Dan laten ze die weg. Consume en consume. Joe is not lazy, number 9. He, hard most of the time. Hij is niet lui. Er zal iets met werk zijn. Ja, die is nog over. He works. Dan moet een S achter, want Joe is he. He works hard most of the time. En dan 10. Most kids, ice cream. Oké, de meeste kinderen houden van ice cream. Love ice cream. En most kids is meervoud, dus het blijft gewoon love. Dan zie je hier onderaan een link. En daar kan je nog extra oefenen voor de present simple, als je dat nodig zou vinden. Maar als het goed is, weet je nu wanneer je de gewone tegenwoordige tijd in het Engels moet gebruiken en hoe je dat doet. En dat was het voor wat betreft de present simple voor vandaag. Veel succes. Bedankt voor het meedoen.